Welkom dames en heren bij deze 64ste uitzending van LOS Sport. En LOS Sport, dat staat voor sport uit onze eigen gemeente Stijn. En we beginnen ook deze keer met amateurvoetbal. De Ster. Vorige week zondag opende men thuis tegen VV Sittard. Met voetbal had die wedstrijd helaas weinig te maken. Het werd een ware schoppartij waarbij Sittard de bedroevende score van 4 rode en diverse gele kaarten mee naar huis kon nemen. De Ster won nog met 3-0 en was blij dat men heel huids van het veld kon. Deze zondag ging men naar Sportclub 25 uit Bochels. En deze ploeg verloor haar openingswedstrijd van Cesar met 5-0. Misschien dat de Ster daardoor een wat verkeerde inschatting had gemaakt van de mogelijkheden van dit elftal. Rust 0-0. En in de tweede helft namen de Steindenaren via Neuhaus de leiding. Maar zag Sporting langs zij komen en Stallers winnend scoren 2-1 nederlaag dus. Nog terug naar Cesar. Cesar won weer. De uiterst moeilijke uitwedstrijd tegen de Centrum Boys werd na een 2-1 achterstand met rust omgebogen tot een fraaie 2-3 winstpartij. En daarmee is de Beekse ploeg de enige in 2G zonder puntverlies. De volgende klus voor de Ster. Thuis tegen SHH, oftewel Sint Hadrianus Herten. Je moet er maar op komen. Tot nu toe gezegend met slechts 1 punt. Maar wel de ploeg die de Ster afgelopen seizoen de periodetitel voor de neus wegkaapte. Dus daar ligt nog een rekeningetje. Haslo. De eerste partij was thuis tegen Dalhof en men ging bij Haslo bepaald niet voorbij aan het gezegde dat de eerste klap een daalder waard is. Na een ruststand van 3-0 maakte men in de tweede helft gehakt van Dalhof 8-0. Afgelopen zondag naar het verre zuiden, SVME, Sportvereniging Mariadorp IJsden. En daar was het echter een heel ander verhaal. Daar was het Haslo dat de klappen ontving. Rust was het 2-0, slot 4-0. Eerder gingen we in gesprek met Haslo-trainer Martin Kremers. In de studio hebben we, dames en heren, de trainer van Haslo, Martin Kremers. Martin, welkom. Dankjewel. Dit jaar, wordt het de tweede jaar? Tweede jaar voor mij. Ja, tweede jaar. Tiet gaat snel. Dat is een jaar geleden niet stoms om voor te stellen. Hè? Als ik nu kijk, de start van Haslo dit seizoen, de best begonnen met een goede verwenning. Een stevige verwenning, mocht ze wel zeggen. Hè? Vervolgens een wat, ook weer stevige nederlaag. Zal toch niet tekenend voor het seizoen van Haslo werden, hoop ik? Ik hoop het ook niet. Maar vooral een teleurstellende nederlaag. Met zo'n 8-0 overwinning schep ze verwachtingen, ook nog zichzelf natuurlijk. Ja. Je moet erbij pakken dat we een goede voorbereiding gehad hebben met een goede bekerronde. Tegen Waal mindere ploegen in de voorbereiding, ook al tegen derde klassers gespeeld en zelfs in de tweede klasser. En voor ons wordt het gisteren echt een hele goede test om te kijken hoe steeds ze nu. We weten dat we tegen ploegen die het minder brengen goed kunnen voetballen, waar we de tijd en de ruimte hebben. Maar tegen ploegen die ons meer weerstand bieden, dat we toch nog wel gemoeten. En dat bleek gisteren ook weer. Ik denk dat SVME echt een tegenstander is van derde klasniveau. En ik zou me heel erg moeten vergissen als die niet wie de eerste twee enige dit seizoen. Ja, absoluut. Ja. Als ze nu de ploeg van nu, de selectie, laat ik het zo zeggen, vergelijkt met die van vorig jaar, best sterker geworden? Is het minder? Wat is veranderd? Nee, we zijn er echt sterk op geworden. We hebben een aantal jongens erbij gekregen, een aantal jong jongens. Dat viel nog wel op, dat zijn er allemaal geen twintigers. Zelfs nog jongens. Het zijn jongens die vanuit de A-jeugd bij Cesar of Gelens uitkomen. Of jongens vanaf het tweede, die 1 of 2 jaar op het tweede hebben gevoetbald en toch bij Cesar of Gelens uit het net niet gered hebben om welke reden ook. En die dan toch heel op zijn standaard elftal willen voetballen. En die zijn een aantal gesprekken bij Haslo. Voor die kan triggeren om bij ons te komen voetballen. Ja, dus dat is niet alleen in de breedte, maar ook direct in voor de selectie en versterking. Ja, absoluut. Ja. En als we dan kijken naar het tweede, want we hadden het in het voorgesprek al over belangrijk. Je hebt lang liggen te zullen voor de trainer te vinden, dat heb je er nu. Dat is inmiddels gevonden, ja. Vorige week is de behoorlijk. En ja, dat is ook voor ons, voor het eerste elftal, voor de hele staf is dat natuurlijk een hele goede zaak. Want dat is wel fijn om te werken. Maar ja, voor de selectie, voor de jongens die, zeker die tegen het eerste aanhangen, maar ook voor jongens die jonger opkomen, is een tweede elftal zo belangrijk, dat kunnen ze echt niet onderschatten.
En ja, we zijn er heel blij met dat we uiteindelijk die functie hebben ingevuld. Ja, en dat is volledig ingevuld in de zin van nou, ze hebben de vaste man, dat gaat met ze met, dat traint, et cetera. Ja, nou ja, goed, dat is een eigen zaak en dat heeft één keer per week aangegeven te trainen en het zondagsmiddag gewoon. En de andere keer moeten we dan toch nog voor een andere oplossing zoeken. Dus dat is ja, op zich niet ideaal natuurlijk, maar ja, oké, okay, we zijn er blij met. Maar tweede het man zat. Tweede het op zich man zat. Ja, we zijn een selectie van 37 man, inclusief de keepers. Ja. Dus we hebben nog wat keuzes te maken. Ja, ja. Ik vond vorig jaar het seizoen nogal gaat van, ja, het hing door in het midden. En dan op het moment dat ik dacht, nu sleten ze aan in de top. Ja, dan ging het alweer net neer. Dan wordt het weer mis. Ja. Ja, dus vandaar dat ik eigenlijk al begon met die vraag. Van, goh, begonnen met 8-0 en dan met 4-0 verliezen. Gaat toch niet weer opnieuw beginnen, hè? Nee. Maar dat is het gevoel dat ze sterker best geworden. Ik weet wel zeker dat we sterker zijn geworden. Alleen ja, het moet zich natuurlijk ook uiten dadelijk in de resultaten. We hebben vorig jaar voor een hele goede start gehad, de eerste paar wedstrijden. Ja. Naar de winterstop toe zijn we toen weggevallen door ook blessures, door schorsingen die we toen al hadden. Daar hebben we na de winterstop nog heel even last van gehad. We hebben toen ook gekozen om naar een ander systeem te gaan, omdat we heel veel goalen tegen kregen. En dat heeft uiteindelijk wel zijn vruchten afgegeven, want we zijn toen ook weer punten gaan pakken. En aan het einde van het seizoen ja, hebben we zelfs nog een competitieplaatje metgenomen. Dus dat was wel heel erg wisselvallig. Maar ook daar zoek ze dat we tegen de bovenste ploegen, Obbig, Lindeneuvel, ja, daar hebben we het heel moeilijk tegen gehad. Daar koos voor niet het niveau horen wat nodig is om zo'n ploegen het mogelijk te maken. En ja, dat is wel de groei voor dit seizoen moeten maken. Ja. Wat zien ze zelf dit jaar als mogelijke kandidaten daarbovenin? Ja, gisteren SVM is voor mij absoluut de kandidaat. Het is voor mij ook heel lastig en voor ons ook heel lastig om dat in te schappen op dit moment. Omdat we nu zijn, we zijn van 14 naar 4A geplaatst geworden. Veel Maastrichtse ploegen waar ik echt absoluut niet van weet wat ik daarvan kan verwachten. De Zuusdaal of vorige week, de lopen veer over her en die winnen gisteren weer met 2-1 van Jekerdal. Dus ja, ik weet het echt niet meer wat hij zich dan niet goed slecht zien. Ja, ik vind wel dat veer we zelf, en dat hebben we ook gedaan, als de doelstelling moeten opleggen om bij de eerste veer te eindigen. Ja. Als er, wie ik net zei, ik volgde uitspreken dat we er sterker op zijn geworden, dat we willen groeien. Vorig jaar zijn we zesde geworden, net niet om die non-competitieplaats kunnen mee doen. Ja, dan moeten we dit jaar niet de kop in het zand steken, maar er ook voor durven te gaan. Ja, de geest zit eigenlijk al aan, dus is een nieuwe pool. Ja, vuil, Maastrichtse, werd er weinig van. Is dat een voor of een nadeel? Ik heb het een verleden aan het smid gemaakt en toen was het een voordeel. Ja. En toen best voor de tegenstander onbekend. Daarom, en dan ga je zelf ook onbekend. Ja, precies. En dan ga je zelf ook onbevangen ergens her. Als ze wits voor ze hergeest, ja, dat dikker ook invloed op een groep. Ja, natuurlijk. Dus ik heb het als positief ervaren. Ja, dit is afwachten dit seizoen, ik weet het niet. Ik ken verrast weer een positieve en een negatieve zin natuurlijk. Ja, het zal anders voetballen zijn dan in de westelijke mainstreek. Ook dat ben ik wel gewend. Maar we hebben ook gezegd, van hoe dus eigen krachten. We hebben nu in die voorbereiding bekerwedstrijden laten zien dat we kennen voetballen. Maar dat moeten we nu ook gaat constanter gaan doen en tegen ploegen die ons gaat meer weerstand kunnen geven. Ja. Dat is de uitdaging. Ja. Die bekerrunjes, om daar heel even op terug te komen, vooral van die oorslijken van ze denken, ja, ze spelen nog de ND, maar dan moesten toch nog maar zo winnen. Ja, maar dat is ook het frappante daarvan. Je geeft zich heel makkelijk aanpassen aan de tegenstander, ja, dat hebben we niet gedaan. Ik heb het tegen de groep altijd genoemd, heel volwassen kunnen voetballen tegen die toch iets mindere tegenstanders. En aan de bal gewoon heel goede dingen gedaan. Nou ja, daarom worden we ook des te teleurstellender dat we dat gisteren niet van elkaar kregen. Mm. Ik heb ook net gezegd, toch een hoop jong jongens. Voor een aantal jongens ook nieuw om in zo'n standaard elftal op zondagmiddag te voetballen. Ik denk dat er ook wel druk op zit, dat dat ook met te maken heeft. Nou ja, dat moet er uit en dat is werk aan de winkel. Werk aan de winkel, dat is het goed. Goed. We gaan dit jaar natuurlijk ook weer precies volgen wat je allemaal gaat uitspoken. Hè? Ik hoop dat we veel overwinningen mogen bejubelen hier. Het dus maakt het voor ons ook wat prettiger, eerlijk gezegd. Ja. Dus voorlopig bedankt voor de komst in de studio. We houden Haslo in de gaten, dus de komst nog wel een stukje hier. Dankjewel. Oké, dankjewel. Urmondia. En Urmondia, Havantia kan ik eigenlijk allebei gelijk pakken. Want Havantia dat verloor zijn eerste wedstrijd uit tegen Amsterdam, met name in de tweede helft, 6-3. Dat moest dus anders in de derby tegen Urmondia. Het is helaas alweer heel lang geleden dat derbies een vrolijk gezicht voor de penningmeester opleverden. En ook deze keer weinig, te weinig toeschouwers.
En daar kwam nog bij dat de eerste helft ook nog weinig leuk voetbal op de mat bracht. Zodat men na 45 minuten maar snel de kantine indook. Alle hoop werd gevestigd op de tweede helft. En die was goed en wel begonnen, dat was al raak, want 5 minuten in de tweede helft was het, zoals gezegd, raak. Een val kwam op de lat, de terugstuiterende bal werd door Bas Clemens, oud-Urmondiaan, tot Havantia doelpunt verwerkt, 1-0. Maar via Roel Wagemans kwam Urmondiaan na enkele minuten weer langzij, 1-1. Drop of erover, want vervolgens was het Maurice Hamstra die de 1-2 aantekende. En toen kwam er een periode met rommelig voetbal, te veel overtredingen. En een van die overtredingen die leidde tot een vrije trap voor Havantia bij de 16-meterlijn. En dat werd uiteindelijk de 2-2. Volgende week gaat Urmondia naar Amstenrade, waar Havantia dus dik verloor. En Havantia dat gaat naar KCC 13. En het is u te vergeven als u zegt wie is dat. Dat is de Kef-Koriuvalum combinatie. En dan zult u zeggen, die zijn uit Heerle. Juist, zo is dat. IVS is ingedeeld in 5C en zal het veelal noordelijker moeten zoeken. Uit bij MBC 13, de Maasbracht bij combinatie, werd als opening van het nieuwe seizoen met 2-3 gewonnen. En met deze cijfers werd andermaal gewonnen, nu thuis 3-2 tegen SV Herkenbosch. Zo gaat IVS met Swantibolt zonder puntverlies aan de leiding. En zondag op weg naar Sint-Joost. Even op rij zetten dus. De Ster tegen SHH, Hulsberg Haslo, Amsterrade Urmondia, KCC Havantia en Sint-Joost IVS. Dat brengt ons naar damesvoetbal. De Haslo dames die speelden zondag om 10 uur in de vroege ochtend thuis tegen de Ster Havantia dames. En deze laatste die bleken te sterk en wonnen de wedstrijd met 0-2. De IVS-dames die wonnen in Bunde met 2-3. De Sterren-dames die ontvangen komende zondag andermaal om 10 uur Cesar. En de Haslo-meiden die starten dan om 11 uur in Sittard. En de IVS-vrouwen die gaan ook in de bak en die spelen om 10:30. Dus om 10 uur, om 11 uur en om 10:30. De IVS-vrouwen om 10:30 tegen RKSVB. Volleybal. De heren van ADC die wonnen zaterdag thuis van Actieve Rooi. De eerste set ging nog ruim verloren, 18-25. Maar daarna herstelden de heren deze misstart met achtereenvolgens 25-18, 25-15 en tot slot een zwaar bevochten 29-27. Al met al dus een 3-1 winstpartij dus. Om 16:30 speelt men komend weekend tegen VC Volt. En VC Volt, dan denk je ook van wat hebben we daar nou weer? Ja, ploeg kennen we wel. Sinds mei 2016 is dat namelijk een fusieclub van Energo, van Shock en van Dynamo. En die komen dus allemaal uit het land van Kuik. De dames gingen naar VC Polaris om daar de eerste set winnend af te sluiten, 21-25. Tweede set was voor de meiden van Helmond, 25-15. Dus 1-1.
Daarna liet ADC zien toch echt wat beter te kunnen volleyen. En via 20-25 en een ruime afsluitende 25-16, of 16-25 moet ik eigenlijk zeggen, werd de 1-3 overwinning binnengehaald. Volgende klus, zaterdag thuis tegen het alom bekende Le Duc uit Budel, 19:30. Handbal. De competitie handbal voor ESC is ook van start gegaan. Zaterdag speelden de meiden al direct een hele moeilijke partij uit naar de kampioen van vorig jaar, Margraat. In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, getuige ook de 10-10 ruststand. In de tweede helft had ESC de wedstrijd naar zich toe kunnen trekken als men niet zoveel kansen had laten liggen. Nu kregen we een wel heel vreemde finale voorgeschoteld, want 2 minuten voor tijd staat ESC nog met 19-20 voor. Als de ploeg in enkele seconden getrakteerd wordt op en een rode kaart, en een 2 minuten straf, en een strafworp. Genoeg om de kluts kwijt te raken en na 60 minuten ineens een 22-20 nederlaag op het scorebord te zien staan. Ja, en bij de heren, die dachten tegen Mick te gaan spelen. Maar wat bleek? Liefst 4 ploegen hebben zich uit hun competitie teruggetrokken. Ja, dan blijft er slechts een 7-tal over. En ook Mick was een van de ploegen die niet meer van de partij is, dus geen wedstrijd voor de ESC-heren. Programma voor beide. De dames aanstaande zaterdag thuis tegen VNL 2, 20:30. Sportal Merode dus. En de heren, ja, die kunnen voorlopig nog wel eventjes blijven genieten van de herfst, want die spelen pas 29 oktober. Dan gaan ze namelijk naar Kerkrade. Atletiek. Bij René van Es werden vanwege bovengemiddelde hartritmestoornissen in zowel boezems en kamers in combinatie met een bijzonder genetische afwijking, die werden daar geconstateerd en toen was het verhaal van topsport is voorbij. Maar, zoals René al aangaf, de loopsport op een ander niveau beoefenen, dat blijft mogelijk. Ja, wat er nou nog wel kan en wat niet kan, dat is nog allemaal wat te vroeg om dat te stellen, dat weten we nog niet. Maar haar liefde voor de loopsport blijft bestaan. En zo vinden we haar terug op de startlijst van de Alpha Trial Run in Schinnen. En wie staat er 1 op de uitslagenlijst? Juist, eerste René van Es bij de dames in 24 kilometer in 2 uur, 4 minuten, 55 seconden. Gregor Notten uit Elslo werd bij de mannen op deze discipline 7e, 2 uur, 5 minuten, 52 seconden. En Ron Wijnen die werd op de 12 kilometer trial run 5e. Badminton. De uitslagen van SCC van afgelopen weekend. Het eerste team dat ging naar Wick, dat werd 4-4. Het tweede team ging naar Weert en won daar met 2-6. En het derde team dat speelde tegen BBC, het lijkt er verdraaid veel op, en daar verloor het derde team met 5-3. Door deze uitslagen heeft SCC 2 de koppositie ingenomen in de vierde divisie landelijk. Zondag 8 oktober spelen alle teams weer in de thuishaven Sportal Merode te Stijn. U bent van harte welkom om de senioren en de jeugd te komen aanmoedigen vanaf 9:30 in de ochtend. Een goede traditie, jeugdspeelster van de week, Bente Stassen, die met haar 14 jaar zich staande houdt in de seniorencompetitie in de hoogste klasse in Limburg, de gemengde klasse afdeling 1. Tafeltennis. Elslo 1 speelde 5-5 gelijk tegen Sittard 4. Het tweede team verloor van Heerlen 2 met duidelijke cijfers 9-1. Zaterdag gaat 1 naar medekoploper Red Stars, terwijl 2 rode lantaarendrager Destatec ontvangt om 3 uur in de middag. Tot zover deze 4e uitzending van Los Sport in het nieuwe seizoen 17-18. Heeft u nog nieuws over uw sport, uw vereniging of uw eigen presteren? Geef dat dan door aan info@omroepstijn.nl. Bent u er volgende week ook bij. Nou, volgende week zijn wij er uiteraard ook weer. Zelfde tijd, dus tot dan. Bye.